De Project Implementation Unit van het AHP gaf op 29 januari 2024 een update aan de regeringstop. Meer dan 400 personen zijn binnen 8 weken goedgekeurd voor subsidie. Het Affordable Housing Project biedt verschillende woonoplossingen en wordt gefinancierd door een lening van $35 miljoen van de Islamic Development Bank. Een uitdaging is de afloop van de lening in maart 2024. Maar als de target van 700 tot 750 mensen wordt gehaald, kan de lening worden verlengd. Het doel is om vanwege de grote vraag alle 3.775 woonoplossingen dit jaar af te ronden. Het project Rokofu Mikmoni in Suriname heeft 29 vrouwen in Koroni opgeleid in textiele werkvormen. Na 2 maanden training ontvingen ze op 26 januari hun SAO-certificaten. Minister Stephen McAndrew prees hun enthousiasme en benadrukte het belang van zelfredzaamheid. De geslaagden kregen naaimachines en werden aangemoedigd hoogwaardige producten te maken. Districtscommissaris Michael Winter en SAO-directeur Joyce Lapaar waren tevreden met het succes. De vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht van SAO en Creative Tech Hub Caribbean waardeerden het succes van de training, inclusief het leren promoten van producten online. De minister van LVV, Permanent Seudin, heeft zaterdag samen met DC van Nikeri, Sanrita Gubadan, DC van Saramaka, Sherin Bansi Durga en enkele parlementariërs het Nani-verdeelwerk bezocht. Daar is er een aanvang gemaakt met het ophalen van de Nani-kreek. Deze kreek moet bij grote regenval zorgen voor een gedegen afwatering van het overtollige water uit de Nani-zwamp. Deze droge periode moet volgens minister Seudin goed benut worden om zoveel als mogelijk waterwegen in de districten op te schonen.